En zoals je van ons gewend bent, hebben we bij ATV Sports op de donderdag een Throwback Thursday. Nou, deze throwback hebben we wat specialer aangekleed. We brengen u terug naar het jaar 2000, waarbij Suriname tegen Sint Lucia speelde om de WK-kwalificatiereeks. Eén persoon was ontzettend belangrijk in deze wedstrijd. En dat was niemand minder dan Alberto Doesburg. Maar ja, wie is Alberto Doesburg? Nou, ik ben begonnen bij Voorwaarts, bij de jeugd, Stripie. En ben ik, ja, heb ik een doorstroming. Ik was 17 jaar samen met Dennis Amelo. Zijn we doorgestroomd naar de hoofdklasse. En daar heb ik mijn carrière voortgezet. Alleen bij Voorwaarts bijna. Je hebt alleen bij Voorwaarts gespeeld, dus basically? Ja, dit in feite wel. Maar ik speel ook straatvoetbal, gewoon overal een beetje spelen, gewoon knock-out en zo. Maar gewoon competitie-wise heb ik gewoon voor Voorwaarts gespeeld. En één keer ben ik naar SNL geweest en we zijn kampioen geworden en gelijk naar Voorwaarts. En dan weer kampioen met Voorwaarts. Het waren leuke tijden, ja. Al die goede voetballers bij elkaar. Het was een eer voor mij om bij de selectie mee te doen tenminste. Maar ja, je moest ervoor knokken voor een plaats, voor een plekje tenminste, een basisplaats. Maar ja, ik deed altijd mijn best. Dus ja. Het lukte aardig. Ik denk dat ik vanaf 1989, als ik het goed heb, heb ik mijn eerste oproeping gekregen. En ik was bij de eerste klasse. Ik was de enige speler van de eerste klasse die oproeping heeft gekregen. Vanaf die tijd heb ik tot bijna 2002, 2003 heb ik oproeping gekregen. Ja, deze throwback gaat eigenlijk over het jaar 2000, toen Suriname in tweeluik moest spelen tegen Sint Lucia. Het ging allemaal om de WK-kwalificatiereeks. De eerste wedstrijd die ze moesten spelen was een uitwedstrijd, dus ze speelden in Sint Lucia. Alberto vertelt ons hoe dat ging. Nou, het was echt een moeilijke wedstrijd, want we hadden verloren 1-0 met 1-0 van Sint Lucia thuis bij hun. Ik was geblesseerd, dus ik kon niet mee. En bij de return was ik wel opgeroepen. En ja, maar het was een moeilijke wedstrijd. En het laatste kwartier om en bij ben ik ingevallen. Als eerst wil ik zeggen, onze captain, zalig Orlando Grootfam. Je had Winston Veller, je had Werner Blackson. Je had Patrick Sinnage, Benny Keyansi, Clifton Sandvliet. Werner Blackson heb ik ook al genoemd en zo. Ja, maar je had een paar klinkende namen had je. Een van de sterkere selecties volgens jou? Ja, toch wel. Een van de laatste. Ja, echt de laatste, denk ik hoor. Want ik heb daarna. Wat ik zelf moet zeggen, ik heb daarna nooit meer zo'n selectie gezien. Het waren echt heren die wilden spelen, tenminste. En de trainer was altijd profvol. Wie was de trainer? Trainer Roe Kolff. Ja, sterke ploeg onder leiding van Roe Kolff. Maar nu dan die echte throwback. We gaan terug naar de wedstrijd Suriname tegen Sint Lucia. Waarbij Alberto Doesburg heel erg belangrijk is geweest. Hij had deze video nog niet gezien. Dus we wezen hem en we vroegen hem naar zijn reactie. Wat er allemaal gebeurde op die bewuste dag. Suriname tegen Sint Lucia. Het jaar is 2000. Suriname speelde op 19 maart de return-ontmoeting in WK-kwalificatieverband tegen Sint Lucia. Onze nationale selectie had twee weken daarvoor de uitwedstrijd met 0-1 verloren. In de 7e minuut schoot Marcel Riedewald een toegekende penalty naast het doel. Een goede kans laten liggen dus. De ruststand in deze ontmoeting was 0-0. In de tweede helft kwam Sint Lucia bijna aan een doelpunt. Via doelman Tempo ramde de bal de deklat. Een kwartier voor uitscheiden kwam Alberto Doesburg invallen en dat bleek de gouden wissel. Na een voorzet van Yapayou kwam Patrick Sinhagel in duel met de verdediging. De bal kwam bij Doesburg die het schot loste en het bleek de gouden goal. 1-0 voor Suriname. Er werd verlengd, maar ook in de verlenging kwam er geen verandering in de score en dat betekende dat penalties de beslissing moesten brengen. Ruel Tempo werd de held van Suriname. In de penalty-serie stopte hij twee penalties. Hij heeft trouwens ook in Sint Lucia een goede wedstrijd gekiept.
Benny Kiansi die scoorde wel. Ook Grootfam scoorde. En tenslotte was het Werner Blackson die Suriname naar de volgende ronde schoot. Suriname naar de volgende ronde en de held Royal Tempo werd op de schouders genomen. Mooi man. Wat is je reactie? Ik moet dat voor me sturen. Zeker weten. Wat is je reactie hiervan? Of hierop? Ja, je hebt het zelf gezien. We hebben echt hard gewerkt om toch een winst ervan te maken. En het is ons aardig gelukt. Ja, toch ook bij de verlenging en zo, wel tempo ook met goede sales en zo. Dus ja, en bij de penalty-serie waren we beter dan die mannen. Dus ja, dat was het. Vertel me over het doelpunt. Is het hoe je gedacht had dat het gebeurd was? Echt niet, nu pas zie ik het terug. Want ik had het gemist bij ATV's Sport. Had ik het gemist. Dus heb ik het nooit meer gezien. Dus ik had het zelf nooit gezien. Een kwartier voor uitscheiden kwam Alberto Doesburg invallen. En dat bleek de gouden wissel. Na een voorzet van Yapayou kwam Patrick Sinhagel in duel met de verdediging. De bal kwam bij Doesburg die het schot loste. En het bleek de gouden goal. 1-0 voor Suriname. Er werd verlengd. Maar ook in de verlenging kwam er geen verandering in de score en dat betekende dat penalties de beslissing moesten brengen. Royal Tempo werd de held van Suriname. Oké, wat was... Nou, maar gewoon mooi strak. Dat was mijn reactie. Mijn reactie was ook meteen in me in there, want we beneden het publiek. Ja, ja. Ik had niet gedacht dat het zo strak was. Dus ja. Hoe was het? Maar ik dacht dat het op mijn borst zat of zo, maar heb ik het mis. Maar het is zo snel gegaan, dus alles is zo snel gegaan, dus in een fractie van een seconde. Maar nu zie ik dat ik het anders, ik heb mijn kirabal, sorry en zo. En dan heeft het een soort stuit gekregen, een drop, en dan direct. Is het strakker dan je dacht? Ja, toch wel. Ik heb hem een soort halve krul gegeven, een halve een volley. Hebben mensen hier nog vaak gesproken over dit? Ja. Overal waar ik ga, zeggen de mensen, in Amman is ik me kom bakken in het stadion, waar ik bij Gwekba en zo. Ja, heb ik vaak gehoord. Ja, prachtige beelden van Doucy. Blijf ATV elke donderdag volgen, want iedere donderdag hebben we zo'n throwback Thursday. En kunnen we nagenieten van deze spectaculaire momenten uit onze sportgeschiedenis.